Als hij gedacht had dat Jimmy zich rustig zou laten vangen, nou dan had hij het mis. Want zodra Sietse halverwege was, kroop Jimmy op een lange tak, zwiepte even op en neer en sprong toen lenig over op een andere boom. Hielke klauterde snel tegen de andere stam op, maar het aapje was veel vlugger dan de jongens en telkens als ze dachten dat ze Jimmy konden grijpen, dan sprong hij weer in de volgende boom. En het werd intussen al schemerig en de jongens haastten zich meer en meer om Jimmy te vangen. Want als straks de duisternis inviel, dan zouden ze de jacht moeten staken. Ze waren helemaal groen en nat geworden van de glibberige stammen. Hielke had een grote scheur in zijn overal en Siets liep met een bult op zijn voorhoofd rond omdat hij zich aan een tak had gestoten. Al hun moeite bleek voor niets te zijn geweest. En het was nu al bijna donker en ze zagen het aapje nergens meer. Moe. En hongerig gingen ze naar huis. En toen moeder het tweetal zo toegetakeld zag verschijnen, riep ze boos: Oh, is het weer zo ver? Oh, moet ik weer voor jullie plezier de was doen? Maar moeder, dat arme zieke aapje zit nog in de kou. En we hebben al die tijd ons best gedaan om het te vangen. Ziek aapje? vroeg moeder verbaasd. En Hilke vertelde haar wat was voorgevallen. Nee, maar jullie hadden toch een beetje voorzichtiger kunnen zijn met die klimpartij. Vond moeder uiteindelijk. Nou ja, trek die overals maar uit, dan zal ik jullie anderen geven. En moeder, mogen wij het aapje dan hebben? vroeg Sietse. Nee, Sietse, dat gaat niet. Een aap is geen hond. We weten helemaal niet hoe we zo'n dier moeten verzorgen. En als we dan iets verkeerd doen, dan zou die dood kunnen gaan. Nee, het beste is dat jullie hem aan de dierentuin in de stad geven. Nou, maar dan moeten we hem toch eerst vangen, grinnikte Hielke. Maar je klimt niet meer in bomen hoor, waarschuwde moeder als Jimmy nou morgen maar niet verdwenen is of, of, of omgekomen van de kou, pijnste Sietse. Die nacht sliepen de jongens heel onrustig. Telkens moesten ze aan dat arme aapje denken dat nu alleen ergens buiten in de koude nacht zat. Waar zou het zijn? Ja, Sietse stond zelfs een paar keer op om door het raam te kijken. En hoewel de maan de omgeving helder verlichtte, kon hij Jimmy toch nergens ontdekken. Eindelijk was de nacht voorbij. En toen het nog maar net licht was, waren Hielke en Sietse alweer in de tuin van meneer Sigertsma op zoek naar het aapje. Ze keken in alle bomen, maar ze zagen hem niet. Misschien zit hij wel onder een struik, dacht Hielke. En meteen begon hij langs de heesters en de struiken te kruipen. Hij keek onder alle neerhangende takken, maar van Jimmy vond hij geen spoor. Sietze had eigenlijk meer het idee dat het aapje liever niet op de grond overnachtte. En daarom bleef hij hardnekkig langs de stammen en de takken turen. Toen ze er eindelijk van overtuigd waren dat Jimmy niet meer in de tuin van meneer maar verscholen zat, kropen ze door de heg en kwamen ze zo in de tuin van de dokter. Ja, die zag zijn buurjongens op een vreemde manier door zijn tuin sluipen... Sietse liep met het hoofd achterover omhoog te kijken, terwijl Hilke zelfs op handen en voeten langs de struiken kroop. Er lopen twee Indianen in onze tuin, zei de dokter tegen zijn vrouw. Twee Indianen? vroeg mevrouw verbaasd. Maar toen ontdekte ook zij de sluipende klinkhamertjes. Ik zal eens even gaan vragen wat dat allemaal betekent. De dokter was behoorlijk nieuwsgierig geworden. Op het moment dat hij in de deuropening verscheen, had Sietse het aapje ontdekt. Daar is hij, riep hij opgewonden. Eh, uh, wie? wilde de dokter weten. De aap van meneer Schieetsma, dokter, kijk! Daar op die tak! Ziet u wel? Ja, nu zag de dokter het ook. Een kleumend diertje met een oud groen jasje over zijn kopje getrokken, zat in elkaar gedoken op een tak, angstig naar hen te kijken. Ik wist niet dat meneer Sigertsma een aap had, merkte de dokter op. Meneer Sigertsma heeft hem zelf ook nog nooit gezien, lachte Hielke. Gisteren heeft hij hem van een kermisreiziger gekocht, omdat het aapje op zijn dak was gevlucht en het diertje ziek was. Ja, dokter, die man zorgde heel slecht voor het arme dier en nu moeten wij hem vangen, vertelde Sietse. Zo, en hoe dachten jullie dat te gaan doen? We zullen proberen om hem in een hoek te drijven, zodat hij niet meer weg kan vluchten. En dan grijpen we hem, legde Sietse uit. De dokter schudde zijn hoofd. Nee, dat is helemaal fout. Een aap laat zich op die manier nooit vangen. Maar, maar wat moeten we dan, dokter? vroeg Hilke. Laten we eens kijken, jongens. De dokter liep een eindje de tuin in en keek toen van de boom naar het huis. Ik denk dat ik het weet. De tak waar het aapje op zit, komt bijna tot bij het raam van de slaapkamer. Ja, en het diertje heeft natuurlijk onderhand wel honger... en daarom gaan we een banaan voor hem op de vensterbank neerleggen. Het raam laten we openstaan en binnen leggen we nog een paar bananen neer. Zo lokken we hem de kamer in, trekken daarna met een touw het raam dicht... en het aapje is gevangen. Ja, zo loopt hij prachtig in de val, begreep Hielke. Nou, juich maar niet te vlug. Een aap is niet dom. Maar we zullen het in ieder geval proberen. Ze gingen met de dokter naar binnen. In de slaapkamer zette de dokter het raam wijd open en hij legde een banaan op de vensterbank als lokaas. Op een tafeltje werden er nog twee neergelegd en daarna bond de dokter een touw aan het openstaande raam vast. Zo, en nu moeten jullie zo lang de wacht houden. En zorg ervoor dat het aapje jullie niet ziet en reageer niet te snel. Pas als het diertje goed binnen is, trekken jullie het raam dicht. Begrepen? O oh ja, dokter, het is heel eenvoudig, vond Hilke, als Jimmy nu maar komt. Ja, jullie zullen flink wat geduld moeten hebben. Het kan een half uur, maar ook wel veel langer duren. En glimlachend liet de dokter de tweeling alleen. Gespannen keken de jongens door de kier van de deur. Ze konden het aapje net zien zitten. Bewegenloos zat het naar het raam te duren. Ja, het geduld van Hilke en Sietse werd wel zwaar op de proef gesteld. Maar eindelijk kwam er wat beweging in Jimmy. Hij kwam heel voorzichtig dichter naar het raam toe, wantrouwend om zich heen kijkend. Ja, hij komt, fluisterde Hilke. Sssst, waarschuwde zijn broer. Weer bleef Jimmy een poosje doodstil zitten. En ineens sprong hij razendsnel op de vensterbank, greep de banaan en vluchtte daarna weer op de boomtak terug. Hé, dat gaat niet goed, bromde Sietse. Geduld ziet ze. Als hij het lekker vindt, komt hij natuurlijk terug. Moet je hem zien smullen? Met zijn kleine zwarte handjes haalde Jimmy handig de schil van de banaan, waarna hij er gretig grote stukken afhapte. En nadat hij alles zorgvuldig had opgegeten, gooide hij de schil naar beneden en bleef opnieuw een tijdje roerloos zitten kijken. Het was alsof hij zat te bedenken hoe hij aan meer van dat lekkere voedsel kon komen. En plotseling had hij zijn besluit genomen. In een wip zat hij weer op de vensterbank en hij keek nieuwsgierig naar binnen. Aandachtig volgden de jongens al zijn bewegingen, ten slotte won de honger het van Jimmy's angst, en handig sprong hij van de vensterbank op het tafeltje waar nog twee bananen lagen. Nu was het tijd om het raam dicht te trekken, wat ziet ze dan ook vlucht deed. Daarna gingen ze de kamer in en plotseling had Jimmy in de gaten dat hij gevangen was. Van schrik liet hij de banaan vallen, die hij net wilde oppeuzelen, en keek met bange oogjes van de een naar de ander. Hielke raapte de banaan op en gaf hem opnieuw aan Jimmy. Hier, joh, eet hem maar lekker op, zei hij vriendelijk. Aarzelend nam het aapje de vrucht weer in zijn handjes. Hij leek te begrijpen dat de jongens het goed met hem meenden en hij begon te eten. Hielke en Sietse vonden het grappig om te zien hoe vlug Jimmy de banaan uit zijn schil wist te halen. Even later had hij er al drie opgegeten en nu was hij helemaal niet bang meer. Gewillig liet hij toe dat Hilke hem over zijn kopje aaide. Wat een lief dier, hè? Zei Hielke. Hoe kon die man toch zo lelijk tegen hem zijn? Moet je zien, hij rilt telkens. Zou die ziek zijn? Vroeg Sietse bezorgd. Kom, we gaan gauw met hem naar de dokter. Met Jimmy stijf tegen zich aangedrukt liep Hielke voorzichtig de trap af. Beneden in de gang kwam de dokter hen al tegemoet. Is het gelukt, jongens? En meteen bekeek hij Jimmy aandachtig. Ik denk dat hij kou heeft gevat. Kom maar mee, dan zullen we hem eens goed onderzoeken. De dokter voelde zijn pols, beluisterde zijn borst en kwam tot de ontdekking dat het aapje inderdaad een ernstige kou had gevat. Ga, gaat hij nu dood? vroeg Sietse met bevende stem. Ik denk het niet, als hij maar goed verzorgd wordt. Hij keek nog eens naar het arme aapje. Ik denk dat hij voorlopig maar bij mij moet blijven tot hij weer helemaal gezond is. Dan zullen we wel verder zien. Dat vonden de jongens een goed idee. Jimmy kon het nergens beter krijgen, vonden ze. En een stuk geruster gingen ze thuis het goede nieuws vertellen. Nu mogen wij voortaan met hem spelen, zei Sietse. Meneer Siegersma vond het ook een prachtige oplossing. Hij had anders niet geweten wat hij met het aapje had moeten beginnen. Moeder Klinkhamer maakte een nieuw rood jasje voor Jimmy, en door de goede verzorging van iedereen was hij na een paar dagen al helemaal hersteld. Hilke en Sietse kwamen elke dag even kijken. Ja, ze waren intussen goede vrienden met Jimmy geworden. Jimmy was ongeveer vijf dagen bij de dokter toen Gerben op een avond met zijn motor bij Klinkhamer verscheen. Hij had een grote zakdoek om zijn hoofd gebonden met de knoop onder zijn pet. Heb je koude oren, Gerben? vroeg Hielke. Kiespijn, bromde Gerben kortaf. Dan moet je naar de dokter gaan, raadde Klinkhamer hem aan. Die weet ook alles van tanden en kiezen. Gerben mompelde iets onverstaanbaars. Hij durft niet, plaagde Sietse. Nou en of! Boos liep Gerben meteen de smederij uit. Die is niet best te spreken, vond Klinkhamer. Hielke en Sietse gingen even buiten kijken waar Gerben gebleven was, maar toen ze hem in het huis van de dokter zagen verdwijnen, zei Sietse: Gerben laat zijn kies toch trekken. Hij heeft zeker veel pijn. Gerben zat in de wachtkamer helemaal alleen te wachten tot de dokter hem kwam helpen. Zijn pet had hij naast zich neergelegd, maar ineens was het hoofddeksel verdwenen. Gerben zocht op de vloer en onder de tafel, maar nergens kon hij zijn pet vinden. En net toen hij begon te geloven dat hij hem in de smederij had laten liggen, werd er aan zijn haar getrokken. Verbaasd draaide Gerben zich om en hij zag nog net een klein zwart handje achter de bank verdwijnen. Hij slaakte een kreet van schrik en rende de kamer uit. En op dat moment verscheen de dokter. "Maar Gerben, wat is er met jou aan de hand?" vroeg hij verbaasd. "Heb je zo'n pijn?" "Daar, dokter." Stotterde Gerben, terwijl hij met grote ogen naar de deur keek. Da da daar zit een spook! Oh, 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 wat ben ik geschrokken! Even keek de dokter hem niet begrijpend aan, maar toen begon hij onbedaarlijk te lachen, want in de deuropening verscheen Jimmy met de grote pet van Gerben op. Een aap? Gerben kon zijn ogen niet geloven. Ja, Gerben, dat is mijn nieuwe huisgenoot, lachte de dokter. Maar hij de pet van Jimmy afpakte en aan Gerben teruggaf. En Gerben, wat kwam je hier eigenlijk doen? Ik had zo'n kiespijn, dokter. Maar, maar, maar het is nu helemaal over. Ja, dat komt van de schrik. Ik zal er toch maar even naar kijken. Toen Gerben even later in de smederij terugkwam, vroeg Klinkhamer: En? Is de gevaarlijke operatie gelukt? Oh ja, binnen vijf minuten had de dokter de kies eruit. Deed het pijn? Was je niet bang? vroegen de jongens. Bang? Waarvoor? Ik ben nooit bang. Hoofdstuk 6. Het wordt winter. De jongens bouwen een sneeuwpop en Cor verandert in een chocoladepop. Het werd kouder. De wind draaide naar het oosten en het vroor al een paar graden. De vaarten en sloten waren met een dun laagje ijs bedekt en de jongens probeerden of het al sterk genoeg was. Voorzichtig stampte Sietse er met zijn klomp op, maar al gauw trapte hij er doorheen. Als Hilke zijn broer niet net op tijd terug had getrokken, was Sietse zeker met een nat pak thuisgekomen. Nu kreeg hij alleen een natte sok, die hij bij vader in de smederij ging drogen. Nou, is het weer zover, mopperde Klinkhamer. Moet je weer verkouden worden? Jullie moeten bij het ijs vandaan blijven, want het is nog veel te dun. Het heeft pas één nacht gevroren. En als het vannacht weer vriest, is het dan wel sterk genoeg, vader? Wilde Hielke weten. Nee hoor, dat duurt toch minstens vier dagen voordat het ijs betrouwbaar is. Maar op het ondergelopen land kunnen we morgen best rijden, dacht Sietse. Ja, dat zou je wel willen, jongetje, knikte Klinkhamer. Maar dat gebeurt niet. Voor je het weet, rij je boven een diepe sloot en dan zak je erdoor. Nog een paar dagen geduld. En dan mogen jullie de schaatsen onderbinden. Tenminste, als het blijft vriezen. Eerlijk gezegd geloof ik niet dat het gaat gebeuren. Kijk maar eens naar de lucht. Volgens mij krijgen we sneeuw. Bah, sneeuw, bromde Sietse. Dan bederft het ijs natuurlijk helemaal. Ja, maar bij een winter hoort nu helemaal sneeuw, vond vader. En inderdaad, toen de jongens de volgende morgen wakker werden, merkte ze meteen dat het buiten zo stil was. Ze stonden op en bliezen tegen de met ijsbloemen bedekte ruiten. tot ze allebei een klein kijkgaatje hadden. Tot Sietse's grote teleurstelling zagen ze dat alles onder een dik pak sneeuw bedolven lag. En wat jammer! Ach waarom? Hielke haalde zijn schouders op. We kunnen toch met sneeuw net zo goed uh, veel plezier hebben. Ja, de mussen vinden het ook niet prettig. Kijk maar hoe stil ze in de perenboom zitten, wees Sietse. Oh nee! Dan komt de poes van de dokter, schrok Hielke. Gauw, doe het raam open, want straks pak je nog zo'n arm musje. Vlug draaide Sietsen het raam open, waarna ze ieder een handvol sneeuw uit de dakgoot grepen. En zo snel mogelijk kneden ze een stevige bal en gooiden die naar de kat, die net klaar zat voor de sprong. Verschrikt sprong de poes in de tuin van buurman Bleker iets gooide nog vlug een sneeuwbal achter de maar die ging veel te ver en veel te hoog. En bang! O, oh, daar vloog een ruit van buurmans schuurtje aan scherven. Op dat moment kwam net meneer Bleeker naar buiten. Hij keek onderzoekend naar het huis van Klinkhamer en hij ontdekte de boosdoeners voor het raam. ''Dat zullen jullie betalen!'' riep hij nijdig. ''Het ging echt per ongeluk, buurman. Ik wilde... Daar heb ik niks mee te maken!'' Zorg maar dat er vandaag een nieuwe ruit wordt ingezet, anders ga ik naar de politie. Meneer Bleker wilde de schade gaan opnemen. toen er plotseling iets natts en kouds in zijn nek terechtkwam. Ja, Cor, die net was opgestaan en niets van de kapotte ruit afwist, zag zijn oom bij het schuurtje staan en wilde hem met een zacht sneeuwballetje verrassen. En tot zijn groter verbazing zag Kor dat zijn oom niet begon te lachen, maar in plaats daarvan woedend met zijn vuist schudde in de richting van het huis van buurman Klinkhamer. Als het nu maar uit is, riep meneer Bleker boos, wat denken jullie wel? Als het weer gebeurt, bel ik de politie. Maar meneer, dat, dat deden wij niet, protesteerden de jongens. Zo, zo, en nog jokken ook, het is toch wat? En toen zag meneer Bleker het lachende gezicht van Kor. En meteen begreep hij van wie de sneeuwbal wel afkomstig was. En driftig ging hij naar binnen. Cor, we willen straks een sneeuwhut maken. Kom je helpen? Vroeg Hielke. Een echte igloo. Ja, natuurlijk. Ik kom zo gauw mogelijk. Cor werd door zijn tante naar beneden geroepen. De dag begint alweer goed, mopperde Sietse. Dat ruitje kost, kost minstens een gulden. Hielke haalde zijn schouders op. Joh, dat is de man twee kwartjes. Maar... Jij hoeft niet te betalen, zei Sietse. Maar we betalen toch altijd alles samen? Nee hoor, ieder de helft, zo hoort het. Nou, jij bent tenminste een echte broer, lachte Sietse. En ze gingen naar beneden en aan de ontbijttafel vertelde Sietse dat de poes van de dokter de mussen wilde pakken. Hé, hey, die nare katten ook, vond moeder. En heeft ze nog zo'n arm musje gegrepen? Nee moeder, want we hebben er verjaagd met sneeuwballen. Nou, dan hebben jullie dat goed gedaan, en goedkeurend knikte ze haar zoons toe. Ja, ja, moeder, en toen en toen en toen, toen gooide ik per ongeluk een, een, een ruitje stuk van, van, van buurman schuur, vervolgde Sietse wat zachter. Zo, zei moeder. En toen was het een moment heel stil in de kamer. Hè, wat? vroeg Klinkhamer terwijl hij zijn krant dicht uh, Waarom zijn jullie plotseling zo stil? Sietse heeft een ruitstuk gegooid bij buurman Bleker, vertelde moeder. Wel nou, Alle mensen begint het nu al. Nog niet eens wakker of ze hebben al kattenkwaad uitgehaald. Vooruit, je gaat nu naar de buurman toe om je verontschuldigingen aan te bieden. En zeg er maar bij dat je de schade zult betalen. Dat hebben we al gedaan, vader, knikte Hielke. Ziet, ze bedoelden het goed, nam nou, moeder het voor hem op. Maar, maar laten we er maar verder niet over praten. Maar denk eraan: als ik vandaag een van jullie weer met sneeuwballen zie gooien, dan duw ik je zo in het koude water van de koelbak waarschuwde Klinkhamer, waarna hij opnieuw zijn krant openvouwde en rustig verder las. Even later gingen Hielke en Sietse gewapend met een gulden op weg naar schilder De Wit. Goedemorgen, meneer De Wit, groette ze beleefd. Wilt u vandaag even een nieuwe ruit in het schuurtje van meneer Bleker zetten? vroeg Sietse. Aha, jullie hebben zeker met sneeuwballen gegooid, glimlachte de schilder. Ja, meneer, maar niet met opzet, antwoordde Sietse. Op de vraag van de schilder hoe groot de kapotte ruit ongeveer was, zei Hielke: uh, Kijk, zo groot als mijn zakdoek. Dat kost jullie twee kwartjes, jongelui. Sietse betaalde en tevreden gingen ze naar huis. De prijs van het ruitje was de tweeling erg meegevallen en de buurman zou nu wel niet meer boos op hen zijn. Kor wachtte hen al op. Hoi jongens, waar gaan we die Iglo bouwen? vroeg hij opgewekt. Hier, achter de smederij, stelde Sietse voor. Er ligt sneeuw genoeg. En meteen maakte hij een flinke bal en begon hij over het veldje te rollen. En de bal werd ziender ogen dikker. Hielke en Cor volgden zijn voorbeeld en al gauw hadden ze zoveel sneeuw verzameld dat ze er een flinke berg van konden maken. Daarna stampten ze de sneeuw stevig in elkaar. ze haalde een schop uit de smederij en begon er de berg mee uit te hollen. De vrijgekomen sneeuw werd door Cor en Hielke weer boven op de hoop gegooid en zo werd de hut steeds hoger. Toen Hielke aan de achterkant met zijn schop door de wand stak, riep Hielke: Hé, hey, stop, je gaat te ver. Oké, okay, dan ga ik nu het dak een beetje uithollen, antwoordde Sietse. Maak het niet te dun hoor, want dan ploft alles zo naar beneden en dan kunnen we weer van voren de waan beginnen, waarschuwde Hielke. Even kijken hoeveel ik nog weg kan halen. Sietse ging naast de hut staan en riep, oh, ik zie het al. Ik kan het dak best zo ver uithollen dat ik er precies rechtop onder kan staan. Ja, Cor, die nog nooit een sneeuwhut had gemaakt, die vond het prachtig. Valt het dak dan niet naar beneden, vroeg hij zich af. Nee hoor, we hebben het altijd zo gedaan en het dak is nog nooit ingezakt, vertelde Hielke. Sietse maakte de wanden van binnen nog glad en daarna was de hut klaar. Ze plaatsten er drie lege kistjes in en zo konden ze er prachtig in bivakeren. Wat is hier lekker warm? merkte Cor op. Ik had gedacht dat het in de sneeuw juist koud zou zijn. Je kunt er zelfs in overnachten, zei Sietse. Dat doen de Eskimo's ook. Ja, nu zijn we echte Eskimo's, lachte Hielke. Alleen hebben we geen rendieren. Zitten jullie hier binnen, jongens? Moeder Klinkhamer bukte zich om door de opening te kijken en ontdekte drie lachende gezichten. Mooie hut, hè, moeder? Dit is een iglo. Dat hebben jullie mooi gemaakt, prees moeder. En als nu een van jullie even voor me naar de bakker wil gaan om brood te halen, trakteer ik daarna op chocolademelk. Lekker, dan drinken we het hier in de hut op. Kom, jongens, dan gaan we met z'n allen, stelde Hielke voor. Een kwartier later kreeg moeder het brood. Dat duurde ook lang, en wat is het nat? zei ze argwanend. O, oh, dat is niets moeder. Het heeft even in de sneeuw gelegen omdat de slagersknecht ons bekogelde met sneeuwballen, legde Sietse uit. En liet je het toen van schrik op de grond vallen? Nee, ik heb het voorzichtig op de sneeuw gelegd, omdat ik anders niet terug kon gooien. Moeder schudde haar hoofd: het is me wat. Krijgen we nu chocola, moeder? vroeg Hielke. Ja, er staat voor ieder een beker in de keuken. Maar denk erom, het is nog heet. Blij namen ze de bekers mee en terwijl ze hun handen warmden aan de hete bekers, zaten ze gezellig in de hut te drinken. Dat smaakt goed, vond Sietse, die zijn beker al gauw half leeg had. Ik verbrand mijn tong. Hoe kun je het zo heet drinken? Hielke keek zijn broer vragend aan. Sietse heeft een loden slokdarm, lachte kor. En plotseling viel er een stuk sneeuw uit het dak. We hebben het niet goed gemaakt, zei Hielke. We hadden de sneeuw beter vast moeten stampen. Gaat het instorten? zork Cor en hij kroop alvast naar de uitgang. Ben je mal? Dat dak is sterk genoeg, stelde Sietse hem gerust. En vanavond zullen we er een paar emmers water over gieten. Dan vriest er een stevige ijskorst op. Hé hey daar! Zijn de Indianen thuis? werd er geroepen. Gerben verscheen voor de opening. Indianen, die leven toch niet in sneeuwhutten, Gerben? Wij zijn Eskimo's! Lachten de jongens. Nou ja, Indianen of Eskimo's, het zijn toch allemaal rare snoezanen. Net als jullie. Hebben jullie het niet koud? wilde Gerben weten, die de kraag van zijn dikke winterjas hoog op had gezet. Nee, die is hier juist lekker warm. Maar dat geloofde Gerben niet. Kom maar binnen, nodigde Sietse hem uit. Gerben kroop door de opening. Gebukt ging hij tussen de jongens staan en kwam tot de ontdekking dat het in de hut inderdaad lekker warm was. En nou, dat valt me ontzettend mee, ja. En toen vergat hij een moment dat hij niet rechtop kon staan en stootte hij met zijn hoofd tegen het zachte sneeuwdak. Tot grote schrik van de jongens ging Gerben er dwars doorheen en plotseling kwam het hele dak naar beneden. En er klonk gegil en geschreeuw. En vader en moeder, die direct toeschoten, zagen spartelende armen en benen uit de sneeuwhoop steken... Als eerste dook Gerben proestend op en daarna kwamen één voor één de jongens tevoorschijn. Ha, die suffert heeft onze hele sneeuwhut kapot gemaakt! schold Sietse. Gerben knipperde met zijn ogen en haalde een brok sneeuw uit zijn kraag, wat hem erg kil in zijn nek lag. Hmm, het is maar wat moois. Als de Eskimo's in zulke slechte hutten wonen, dan zullen ze wel gauw bevriezen. O, oh kor, wat ziet je jasje eruit? merkte moeder Klinkhamer op. Dat is, is chocolademelk, mevrouw Klinkhamer. Ik had er nog niets van gedronken omdat het zo heet was. Ha, 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 lachte Klinkhamer. Je bent dus een chocoladepop in plaats van een sneeuwpop. Cor's tante lachte niet. Altijd is er wat als je met die klinkhamertjes speelt, mopperde ze kwaad. Ik zal meteen een overal voor je kopen, want zo gaat het niet langer. En vanaf die dag droeg Cor ook een overal. Hoofdstuk 7. De eerste tocht op de schaatsen kreeg voor Hielke en Sietse een onverwacht einde. De glijbaan. Van de ingezakte sneeuwhut gingen de jongens een glijbaan maken. Langs een helling konden ze dan met een slee naar beneden glijden. En toen de baan klaar was, moest Sietse natuurlijk als eerste proberen hoe het ging. Hij ging op de slee zitten en Hielke en Cor gaven hem een flinke duw. In volle vaart gleed Sietse de helling af... Maar halverwege vloog de slee uit de baan en Sietse rolde naar beneden. En daarbij stootte hij zijn hoofd aan de slee en er liep een flinke bult op. Doe er gauw wat sneeuw op, raadde Cor aan. Dat koelt af en dan wordt de bult niet zo groot. Klinkhamer, die vanuit de smederij naar het spel van de jongens had staan kijken, kwam haastig naar Sietse toegelopen. Heb je een uh, gat in je hoofd? vroeg hij bezorgd. Nee, vader, gelukkig niet. Ik, ik denk dat het maar een klein schrammetje is. En jullie spelen ook altijd zo wild, mopperde Klinkhamer. Kunnen jullie niet een ander spelletje bedenken? Ah, daar wilden de jongens niets van weten. Het ging juist zo fijn, maar de helling deugde niet. En nadat ze de zijkanten hoger hadden gemaakt, zodat de baan de vorm van een goot kreeg, wilde Hielken het proberen. En ja hoor, nu ging het goed. Met een flinke snelheid gleed hij naar beneden in de richting van de smederij. Boem! Met een schok stopte de slee tegen de deur. Hielke had grote pret. Hé hey jongens, dit gaat leuk! Maar de deur van de smederij werd opengetrokken en de smid kwam vragen wat dat lawaai te betekenen had. De slee kwam tegen de deur aan, vader, lachte Hielke nog na. Zorg er dan maar voor dat het niet meer gebeurt. We zullen eraan denken, vader, beloofde Hielke. Daarna stelde Sietse voor een bocht onderaan de helling te maken, zodat de slee een andere richting op zou gaan. Maar dan kom je in buurmans hecht terecht zei Hielke. Laten we ook een helling voor de deur maken, stelde Cor voor, want dan loopt de slee daar tegenop en dan, en dan glijdt hij meteen weer terug. Dat vonden Hielke en Sietse een goed idee en ze gingen meteen aan het werk. Al gauw hadden ze zoveel sneeuw voor de deur geschept, dat het volgens Sietse wel genoeg was. Cor ging op de slee zitten. Met een extra harde duw van de tweeling suisde Cor naar beneden. De slee kwam bijna tot de deur, maar gleed toen Netjes terug. Dat gaat geweldig, jongens, riep Cor. Nu is het mijn beurt weer, zei Sietse. Ze sjorden de slee omhoog en Sietse ging er achterstevoren op zitten. En zo liet hij zich schreeuwend naar beneden glijden. Ja, dat was natuurlijk veel spannender en die andere twee wilden hem meteen nadoen. Daarna gingen ze met z'n tweeën op de slee zitten en tenslotte alle drie tegelijk. En precies op het moment dat ze de grootste lol hadden, ging de deur van de smederij open en struikelde Klinkhamer naar buiten. Ja, hij wist niet dat er zo'n enorme berg sneeuw voor zijn deur lag en hij viel lang uit voorover. Wel, alle! Nou, dat weer! Wacht, ik zal jullie leren! Maar toen de smid was opgestaan en de beteuterde gezichten van de jongens zag, schoot hij plotseling in de lach. Die zijn echt onverbeterlijk, zei hij hoofdschuddend. Nou ja, als die rommel voor vanavond maar weer opgeruimd is. Maar helaas. Tegen de avond begon het te regenen en daardoor kwam er een einde aan de sneeuwpret. Twee dagen later was er van de glijbaan bijna niets meer over. Alles was weggedooid. En toen draaide de wind weer naar het oosten en begon het opnieuw te vriezen. Het kan nog wel een strenge winter worden, zei Klinkhamer tegen zijn zoons. De lucht is zo helder en de sterren staan zo te schitteren. Ik denk dat het vannacht vriest dat het kraakt. En vader kreeg gelijk. De volgende morgen was zelfs de vaart met een flinke ijslaag bedekt. Een motorboot baande er zich met moeite een weg doorheen. Wat jammer, mopperde Sietse. Ze vernielen alles. Als er niet meer boten doorgaan, blijft er langs de kanten nog wel een mooie baan over, zei Hielke. Gelukkig kwam de motorboot niet verder dan halverwege het meer. De schipper gaf de strijd op. En die nacht vroeg het nog harder dan de vorige. En nu mochten de jongens gaan schaatsen. Maar denk eraan, alleen op de sloten en vooral niet op de vaart, waarschuwde vader. Op de sloot die langs de weg liep, bonden de jongens hun schaatsen onder. Kun jij goed rijden, Kor? vroeg Hielke. Ik, ik kan het een beetje, antwoordde Kor. Maar kun je wel een lange tocht maken? vroeg Hielke weer. Dat weet ik niet, ik heb het nog nooit gedaan. In de stad rijden we steeds de ijsbaan rond en dat heb ik wel eens uh, twintig keer achter elkaar volgehouden. Nou ja, als Kor moe wordt, leg ik wel op, beloofde Sietse. Opleggen? Wat is dat? vroeg Kor. Dan gaan we uh, achter elkaar rijden en houden elkaar vast. Wij voorop en jij achteraan. En zo trekken wij elkaar, legde Hielke uit. We, we nemen je gewoon op sleeptouw. En waar gaan we dan naartoe? vroeg Cor. Kijk, zie je daar? Verderop in het land, die hoge dijk. Daar rijden we eerst heen. En daarna volgen we de dijk tot aan de andere kant van het dorp. En dan gaan we langs deze sloot weer terug naar huis. Zijn jullie klaar? riep Sietse. Daar gaan we dan! Met forse slagen reed hij weg, gevolgd door zijn vrienden. En met opzet begon Sietse steeds sneller te rijden. Hij wilde eens kijken of Cor hem bij kon houden. Eh, dat viel de klinkhamertjes behoorlijk mee. Cor reed minstens zo hard als zij. Het ijs was mooi, en hoewel ze de wind tegen hadden, gingen ze snel vooruit. Eén keer moest Sietse, die steeds op kop reed, waarschuwen voor een paal die op het ijs lag. Maar ze sprongen er allemaal behendig overheen, waarna ze met onverminderde snelheid verder gingen. Na een poosje kwamen ze bij de polderdijk. Ben je al moe, Cor? vroeg Sietse. Het gaat wel, hijgde Kor. Hij kon wel net zo hard rijden als de tweeling, maar om het vol te houden, dat viel hem toch tegen. Hij beet zijn tanden op elkaar en wilde van geen rust weten. Steeds ging het verder. Links, rechts. Links, rechts. Forscht sloegen de klinkhamertjes hun stevige benen uit. Kor, die veel tengerder was, reed met een snellere slag. Maar wat Hielke en Sietse met hun kracht op voor hadden, maakte Kor met zijn vlugheid goed. Binnen korte tijd hadden ze de helft van de afstand afgelegd. En toen konden ze plotseling niet verder, want er lag een dam in de sloot. Nou, dan slaan we hier maar af, zei Sietse. Langs allemaal smalle slootjes kwamen ze al gauw bij het dorp aan. Ja, het ging nu niet meer zo snel, omdat ze met hun schaatsen steeds de kant raakten. Ook was het ijs op een heleboel plaatsen met dode bladeren bedekt. En daardoor zag Sietse niet dat er een groot wak in het ijs zat. En voordat hij het wist, dook hij kopje onder in het koude water, direct gevolgd door Hielke die vlak achter hem reed. Kor kon nog net remmen. Gelukkig wisten Hielke en Sietse zonder veel moeite op het droge te komen. Druipend en bedekt met dood blad stonden ze rillend van de kou op de kant. Zorg dat je in beweging blijft, anders worden jullie ziek, raadde Cor hen aan. Naar huis! Sietse sprong weer op het ijs en begon te rijden alsof zijn leven ervan vanaf ging. Hielke en Cor konden hem nauwelijks bijhouden. Tien minuten later waren ze thuis. Zo snel als ze konden, bond de tweeling hun schaatsen af en rende de werkplaats binnen. Zonder een moment stil te staan, liepen ze rond het vuur, ondertussen hun natte kleren uittrekkend. Stom verbaasd stond vader er naar te kijken. Maar toen hij zag hoe nat de jongens waren, vroeg hij kwaad: Zijn jullie nou toch op de vaart gaan rijden? Nee, vader, klappert dan de sietsen. We zijn in een wak gereden. Oh, wat heb ik het koud. Er lag allemaal blad op. En toen, oh, zagen we het te laat? Vader schudde zijn hoofd en waarschuwde gauw moeder, die direct met handdoeken en schone kleren kwam aandragen. De jongens droogden zich zo stevig af dat hun huid er rood van werd. En vlug trokken ze hun schone kleren aan. Zo, en nu naar bed, commandeerde vader. Naar bed? vroeg de tweeling verbaasd. Maar het is pas drie uur. Ja, direct naar bed en onder de wol, knikte moeder. Jullie moeten de koude weer uitzweten. Dat vonden Hielke en Sietse niet zo leuk, want ze waren veel liever weer gaan schaatsen. Zuchtend volgde zijn moeder naar boven. En Cor keek zijn vrienden lachend na. Het had niet veel gescheeld of ik had ook een natpak gehaald, vertelde hij. Nou... Dan mag jij wel van geluk spreken, knikte Klinkhamer, want je tante had jou zeker een week naar bed gestuurd. Hoofdstuk 8 Een hardrijderij, kor is de held van de dag en Gerben is tevreden. Een week lang vroor het flink. Het ijs was nu overal sterk en zelfs op het meer was een baan uitgezet. De jongens maakten grote tochten. Het was meteen een goede oefening voor de komende wedstrijd, want de volgende dag zou er een hardrijderij voor de schoolkinderen worden gehouden. En omdat ze goed voorbereid aan de start wilden komen, vroegen Hielke en Sietse aan vader of hij hun schaatsen nog eens wilde slijpen. Eh, jullie zijn toch niet van plan om de eerste prijs te winnen, hè? lachte Klinkhamer. En moeten jouw schaatsen ook geslepen worden, Cor? Dat weet ik niet, meneer. Ik denk dat ze nog wel goed zijn. Laat eens kijken. Klinkhamer schudde zijn hoofd toen hij de ijzers zag. Oh, maar jongen, ze zijn zo stomp als een houten scheermes. Ik zal die ook maar even onder handen nemen. Klinkhamer schroefde de ijzers uit het hout en de jongens moesten om beurten de grote slijpsteen draaien. Dat was zwaar werk, want Klinkhamer drukte het ijzer stevig tegen de steen. Waarom koopt u geen motor voor de slijpsteen, vader? wilde Sietse weten. Zodra het schip met geld komt, jongen, lachte Klinkhamer. Maar hij drukte wat minder hard, zodat de jongens niet zo zwaar hoefden te draaien. De schaatsen werden prachtig scherp. En nu moeten jullie maar gauw de draad eraf rijden, want met te scherpe schaatsen win je vast geen prijs. De draad eraf rijden? vroeg Cor verbaasd. Wat is dat nou weer? Ja, vader bedoelt dat we de scherpe kant er iets af moeten rijden, omdat het ijzer anders te diep in het ijs snijdt, en dan kun je geen vaart maken, legde Hielke uit. Toen Cor even later weer op de schaatsen stond, merkte hij meteen dat het veel zwaarder ging. Had ik ze maar niet laten slijpen, zei hij spijtig. Ik kom bijna niet meer vooruit. Ach joh, dat hebben wij toch ook? Maar als we één keer het meer overgereden zijn, dan gaat het wel beter, wist Sietse. Tegen de wind in gingen ze het meer op. Halverwege riep Cor hijgend: Ik kan niet meer. Laten, laten we even rusten. Hier, pak vast, we zullen opleggen. Sietse hield zijn ene hand op zijn rug, Hielke haakte in en stak kort toen zijn hand toe, die Kor graag pakte. Daar gaan we, riep Sietse. Eén, twee, in de maat. Eén, twee. En vol goede moed ging het drietal er van door, en ze haalden nu een heleboel schaatsers in. Goed zo, jongens, riep een man in een witte trui, die met veel moeite de jongens probeerde bij te houden. Jullie zijn nog eens echte Vriezen. Bij die woorden deden de vrienden nog meer hun best en zo kwamen ze met blozende wangen en hijgend van inspanning bij de sluis aan de andere kant van het meer. Ook de man verscheen daarna een poosje. Hij had de jongens niet bij kunnen houden. Nou, dat hebben jullie glansrijk gewonnen, jongens, lachte hij. Als beloning trakteer ik jullie op een lekkere beker chocola. Nou, dat lieten de jongens zich natuurlijk geen twee keer zeggen en vrolijk reden ze naar het koek- en pitentje. Een mevrouw schonk uit een grote ketel voor allemaal een beker vol dampende chocola. En jullie lusten zeker ook wel een stuk koek? vroeg de aardige man. Alsjeblieft, meneer. Dat smaakt, hè? De man genoot al net zo als de drie jongens. Toen alles op was, bedankten ze de man voor de tractatie. En nu gaan we lekker voor het windje naar huis, lachte Hielke. Hé, hey, mijn schaatsen gaan al veel beter, merkte Cor op toen ze weer onderweg waren. Dat hadden we toch al gezegd? En over een uurtje zijn ze nog beter. Al gauw hadden ze het dorp weer bereikt. Een aantal mannen was druk bezig om de baan voor de hardrijwedstrijd in orde te maken. En Klinkhamer, die in het bestuur van de ijsclub zat, wees de plaatsen aan waar de palen gezet moesten worden. Met grote bijlen begonnen de mannen gaten te hakken, waarbij de stukken ijs hen om de oren spatten. De jongens gingen helpen om de touwen langs de palen te spannen. En tegen de avond was de baan. Bijna helemaal klaar. Alleen de vlaggen moesten nog aan de palen worden bevestigd, maar dat kon wel wachten tot de volgende morgen. Die avond gingen Hielke en Sietse extra vroeg naar bed om goed uit te rusten. Daardoor waren ze de volgende dag vroeg wakker en om half zeven stonden ze al op. Jongen, hebben jullie zo'n haast om met die wedstrijd te beginnen? vroeg vader lachend. Haastige spoed is zelden goed hoor. Ga nog maar een uurtje slapen. Maar de tweeling dacht er niet aan om weer onder de wol te kruipen. Ze gingen vader helpen met het aanmaken van de kachel. En het werd snel lekker warm in de kamer. Even later kwam moeder ook beneden en met z'n vieren zaten ze gezellig aan de ontbijttafel. Als jullie nou maar niet meteen tegen elkaar moeten rijden, want dat zou niet leuk zijn, merkte moeder op. Voor Hielke zeker niet, want hem rijd ik er zo af, schepte Sietse op. Nou, dat kun je wel vergeten, jongetje. Ik kan minstens zo hard rijden als jij, zei Hielke. Dat is niet waar. Ik rijd altijd voorop omdat je het graag wilt, ja. Maar ik blijf steeds precies achter je. Misschien kan ik zelf nog wel harder dan jij. Maak er nu maar geen ruzie over, kwam Klinkhamer tussen beiden. De wedstrijd zal wel uitmaken wie van jullie twee in het snelste is. Maar kom, er is nog veel te doen. Als jullie de vlaggen even dragen, dan neem ik de ladder mee en dan zullen we de baan eens mooi versieren. Het was prachtig weer. En al gauw wapperden de vlaggen vrolijk in het heldere winterzonnetje. In het dorp. Staken alle bewoners ook de vlag uit, en zelfs bovenop de kerktoren stond de Hollandse driekleur. Heel lente was in feeststemming, en toen de kinderen in optocht achter het muziekkorps naar de baan marcheerden, liep iedereen mee. Jong en oud was op het ijs. De kinderen die aan de wedstrijden meededen, droegen een briefje met een nummer op hun borst en rug. Hilke had nummer 6 en Sietse 13. Dat is het ongeluksgetal, Sietse! plaagde Gerben, die natuurlijk ook van de partij was. Ga maar naar huis. <laughs> Jij wint toch geen prijs? Dat zullen we nog wel eens zien. Zietse klemde vastberaden zijn tanden op elkaar. Ook Cor deed mee. Hij had nummer twintig. Klinkhamer luidde een grote scheepsbel en riep met zijn basstem dat de nummers 1 en 2 van de laagste klasse aan de start moesten verschijnen. Terwijl de muziek een vrolijke mars inzette, begon de wedstrijd. Het publiek moedigde de kinderen aan en er werd hartelijk gelachen om de vreemde sprongen die sommige rijders maakten. Het mooiste deel van de wedstrijd was toch wel het rijden van de jongens uit de hoogste klasse, waar Hielke, Sietse en Cor ook aan meededen. De belangstelling van het publiek was nu geweldig. Tussen een haag van toeschouwers startten de eerste twee jongens. Met uiterste krachtsinspanning wist nummer één de rit te winnen. Ja, natuurlijk. Nummer 1 is nummer 1, lachte Gerben, die vlak bij de eindstreep stond. Nadat er weer twee jongens hadden gereden, was Hielke aan de beurt. De zoon van de slager bleek zijn tegenstander te zijn. Het was een stevige jongen die bijna een hoofd groter was dan Hielke. Die zou zijn uiterste best moeten doen om hem eraf te rijden. Met gebalde vuisten en de kaken stijf op elkaar geklemd, stonden ze klaar. Hielke! Je staat over de streep, waarschuwde klinkhamer. Je moet terug. Zo, zijn we klaar? Eén, twee en drie. De jongens sprongen vooruit en vlogen in een snel tempo over de baan. Ze gingen precies even hard, en hoe hun vrienden hen ook aanmoedigden, ze wisten geen van beiden te winnen. De uitslag was dus gelijk. Ze moesten meteen opnieuw rijden, maar bij het starten was Hielke veel te haastig. Telkens was hij te vroeg weg en dan werd hij natuurlijk weer teruggeroepen. Blijf kalm, Hielke, probeerde Klinkhamer hem tot rust te brengen. Wacht tot ik tot drie heb geteld. Dan pas mag je rijden. Toen Hielke opnieuw zijn best deed om niet te vlug te starten, was hij juist iets te laat, waardoor zijn tegenstander een meter voorsprong kreeg. Hielke zette alles op alles en heel langzaam wist hij zijn achterstand in te lopen. terwijl zijn vrienden riepen: Hup, Hielke, vooruit, Hielke! Maar hij hoorde of zag niets. De eindstreep kwam al in zicht en Hielke lag nog steeds achter. Hij verliest het. Cor had het nog niet gezegd of de zoon van de slager struikelde en viel plat voorover. Het was nu voor Hielke nog maar een kleinigheid om als winnaar over de eindstreep te gaan. Tja! Je moet maar geluk hebben, vond Gerben. De onvoortuinlijke slagerszoon had zich gelukkig geen pijn gedaan. Hij stond op, alsof er niets gebeurd was. Zo, ik hoef me vandaag niet meer druk te maken, lachte hij. Gefeliciteerd, Hielke. Het had niet veel gescheeld of je had verloren, zei Sietse. Pas maar op dat ze jou er niet afrijden. Daar heb ik tot nu toe nog geen last van, want mijn tegenstander is niet opkomen dagen, lachte Sietse. Jij boft ook altijd, meende Hielke. Ja, en Kor ook, want die moet tegen dikke tieners, dus dat wint hij met gemak. Ziet ze, jouw nummer wordt afgeroepen, waarschuwde Kor. Mijn nummer? En mijn tegenstander is er niet. Hoe kan dat nou? Sieg ze reed vlug naar de start. Zo, jongetje, ben je er eindelijk? begon de smit. We dachten al dat je niet meedeed. Vooruit, ga maar alleen langs de baan. Wat heeft dat nou voor zin? vroeg Sietse. Ja jongen, reglement is reglement. Eén, twee, drie, af! Daar ging Sietse in zijn eentje langs de baan, lachend nagekeken door de toeschouwers. Ja zeg, zo kan ik het ook, riep Gerben uit. Of ben je misschien aan het schoonrijden? Doet er niet toe Gerben, ik win toch de eerste prijs. En Sietse stak zijn neus in de lucht. Ja, dat zou je wel willen hè, maar ik moet het eerst zien hoor. Cor had met zijn tegenstander niet veel moeite. Ga je niet al te hard? vroeg dikke Tienes voor de start, ik sta voor gek als ik een halve baan achterlig. Nee, dat zit wel goed, beloofde Cor, waarna ze samen kalm langs de baan reden. Cor bleef steeds zo'n beetje een halve meter voor. Ten slotte bleef de helft van de deelnemers over en Hielke moest opnieuw aan de start verschijnen. Weer had hij een zware tegenpartij. Het was de zoon van de kolenboer, die iets kleiner was dan hij, maar die heel snel kon rijden. Bij de start nam Hielke een geweldige sprong, waardoor hij meteen een meter voor lag. Met uiterste krachtsinspanning wist hij die voorsprong te behouden en zo won hij de rit. Goed gedaan, Hielke! prees Gerben. Je hebt er hard genoeg voor gewerkt. Sietse had ook nu weer geluk. Hij moest tegen de langste en de slapste jongen van de klas. Op de helft van de baan was hij hem al een paar meter voor. Nou, ze kunnen jou de prijs wel cadeau geven, Sietze, riep Gerben. Je hebt toch geen tegenstand. Ook Cor won zijn rit. En een kwartiertje later hadden de drie vrienden ook de derde ronde overleefd. Samen met Jan van de Bakker moesten ze om de prijzen rijden. Eerst moest Cor tegen Jan. Met een heel klein verschil wist Cor de rit te winnen. Daarna moesten Hielke en Sietse de strijd met elkaar aanbinden. Ja, dat wordt leuk. Ze rijden precies even hard. Gerben vergat alleen dat Hielke al een paar vermoeiende ritten achter de rug had. terwijl Sietse nog vrijwel helemaal fit was. Sietse rekende er in stilte al op dat hij het wel zou winnen. Maar Hielke was niet van plan om het zijn broer cadeau te geven. En daar gingen ze. Krachtig en snel reden ze over de banen. in een recordtempo waren ze bij de eindstreep. Maar wie had er nu gewonnen? Niemand kon het zeggen. De tijden waren gelijk en ze moesten opnieuw rijden. Dat was voor Sietse een streep door de rekening. Bij de tweede rit lag Hielke zelfs voor en als zijn veter niet vlak voor de eindstreep gebroken was, had hij zeker gewonnen. En nu haalde Sietse hem nog net op tijd in en kwamen ze weer gelijk aan. Voor de derde keer moesten ze het overdoen en weer waren ze gelijk. Hé, hey, blijft dat zo met jullie? vroeg Gerben. Was staan we hier over een jaar nog. Het bestuur besloot dat een van de tweelingen maar eens eerst tegen Cor moest rijden. En er werd gelood en Hielke werd naar de start geroepen. Ga je niet te hard? vroeg Korm hem lachend. Dan mag ik wel aan jou vragen, zei Hielke. En jou ja, hoor. Cor presteerde het om Hielke met ruim een halve meter verschil te kloppen. Nou nou, Cor, als dat zo doorgaat, dan ben jij vandaag de snelste, riep Gerben. Sietse wreef zijn handen. Als hij nu van Cor kon winnen, dan had hij de eerste prijs. En vol goede moed ging hij naar de start om het tegen Cor op te nemen. Zijn we klaar? vroeg Klinkhauer. Daar gaat hij dan. 1, 2, 3, af! Cor bleek zonder twijfel de snelste te zijn, en met een paar meter voorsprong ging hij over de eindstreep. En zo won hij de eerste prijs en moesten Hielke en Sietse alweer tegen elkaar om de tweede en de derde prijs. De mensen begonnen te lachen toen ze de klinkhamertjes voor de zoveelste maal aan de start zagen verschijnen. Maar. nu zal ik het winnen! Sietse stroopte zijn mouwen hoog op. Vat maar geen kou! plaagde Hielke. Klinkhamer telde tot drie en de tweeling sprong weer precies gelijk van de streep. Sietse zwaaide met zijn armen alsof het molenwieken waren, maar hij kon toch niet langs Hielke komen. Nee, in tegendeel! De razendsnel schaatsende Hielke ging steeds harder en won. Al was de voorsprong dan ook maar 20 centimeter. En Sietse keek lelijk op zijn neus. Je hebt gewoon geluk gehad, zei hij tegen zijn broer. Poeh, als ik mijn mouwen had opgestroopt, was ik je nu nog verder voor geweest, grijnsde Hielke. Bij de prijsuitreiking kreeg Kor een paar prachtige schaatsen, Hielke een voetbal en Sietse een boek. Hielke, mag Sietse ook met die bal spelen? wilde Gerbe weten. Ja, natuurlijk. We delen toch altijd alles samen? Dus dat boek ook? Ja, ook het boek, antwoordde Sietse verbaasd. Maar waarom hebben jullie dan zo hard om die prijzen gereden? vroeg Gerben. Om jou een plezier te doen, lachte Sietse. Ja, dan worden jullie echt vriendelijk bedankt, jongens, want ik heb nog nooit zo'n mooie wedstrijd gezien. Hoofdstuk 9: Een gevaarlijke tocht die gelukkig goed afloopt. Het was al midden februari en nog steeds kon je overal schaatsen. Maar er zit verandering in de lucht, wist Klinkhamer. De schoorsteen begint naar roet te ruiken. En dat is een teken dat het binnenkort gaat dooien. Ook de weerberichten voorspelden minder vorst. Op een woensdagmiddag, toen de jongens vrij hadden van school, was de thermometer al een paar graden boven nul gestegen. Het rijden ging nu veel zwaarder doordat de schaatsen dieper in het ijs sneden. En uit het westen kwamen grote wolken aandrijven, en alles wees erop dat het snel gedaan zou zijn met de ijspret. Daarom stelde Sietse voor om nog eenmaal een flinke tocht over het meer te maken. Cor en Hielke vonden dat een goed idee, en al gauw hadden ze het dorp ver achter zich gelaten. Het duurde niet lang of de een na de ander knoopte zijn jasje los omdat hij het te warm kreeg. Wat is het hier stil? vond Cor. Toen ze in het midden van het meer hadden bereikt zonder iemand tegen te komen. Ja, de mensen hebben al genoeg gereden, dacht Hielke. En dan gaat de aardigheid eraf. Nou, van mij lag het ijs nog wel een half jaar blijven liggen, zei Sietse. Ik vind schaatsen het mooiste wat er is. Maar je wilt toch ook wel weer eens met het kameleon varen? merkte Cor op. Ja, nou en Snikte Hielke. Zodra het voorjaar is, laten we onze trouwe kameleon gauw weer te water. Kijk jongens, daar verderop staat het chocoladetentje, wees Sietse. Wie heeft er geld om wat te kopen? En ze voelden in hun zakken, maar veel hadden ze niet bij zich. Nou, daar kunnen we nog net een stuk koek voor kopen, berekende Cor. En hij bestelde maar meteen. De mevrouw gaf hun het stuk koek. Hielke brak het in drieën en even later zaten ze er lekker van te eten. Kijk het daar verderop is roken, kor wees over het meer. Dat is mist, joh, zag Sietse. En dan mogen we wel gauw teruggaan, anders verdwalen we straks nog. De wolken bleken grote mistbanken te zijn die in een snel tempo vanuit het westen naderden. De overkant van het meer was al niet meer te zien. Sietse, die natuurlijk weer voorop reed, zette er een flink gangetje in. En zwijgend volgde Hielke en Cor hem. Het duurde niet lang of de mist had hen bereikt en waren ze door een dichte nevel omgeven. Blijven jullie zo dicht mogelijk achter me, anders raken we elkaar kwijt, riep Sietse. Weet je zeker dat we in de goede richting gaan? vroeg Hielke. Oh ja, laat dat maar aan mij over. Ik rij recht toe recht aan, dat komt altijd goed. Plotseling klonk er een harde bonk achter Hielkes rug. Auw, jongens, help, mijn schaats is kapot. Riep Cor geschrokken. Hielke en Sietse stopten meteen, maar toen ze zich omdraaiden, was er van Cor niets te zien. Zo dicht was de mist al. Waar zit je? vroeg Hielke. Hier, antwoordde Cor. Mijn veter is kapot. Na even zoeken vonden de klinkhamertjes hem terug. Sietse slaagde erin met een stuk touw de schaats van Cor zo te repareren dat hij verder kon schaatsen. Laten we elkaar maar vasthouden, stelde Hielke voor. Dat lijkt me wel zo veilig. Precies in de maat reden ze achter elkaar verder. De mist was nu zo dik dat hun kleren er nat van werden en op het ijs verscheen hier en daar water. Dit is de laatste rit, jongens, wist Hielke. Morgen is het gedaan. Ja, en als het nu druk op de baan was, dan kregen we zeker een botsing, zei Cor. Je kunt echt geen hand voor ogen zien. Gaan we wel in de goede richting, ziet ze, vroeg Hielke nog maar eens. Natuurlijk. Bromde dus Sietse, maar helemaal zeker was hij er ook niet van. En zo reden ze een hele tijd zwijgend verder. Gespannen luisterden ze naar mogelijke geluiden om te bepalen waar ze zich ongeveer bevonden, maar het was doodstil om hen heen. Het was alsof ze alleen op de wereld waren. Ik geloof toch niet dat we in de goede richting gaan, zei Hielke na verloop van tijd. We hadden er al lang moeten zijn. Ja, maar je vergeet dat we oponthoud hebben gehad door Kors en Schaats, merkte Sietse op. Hm, ja, antwoordde Hielke maar half overtuigd. Vijf minuten later stelde hij voor om even te stoppen en dan nog eens heel goed te luisteren of ze niet ergens een bekend geluid hoorden. Zodra ze stilstonden, begon er dichtbij een klok te luiden. Nou, wat heb ik je gezegd? Zei Sietse triomfantelijk. We zijn al bijna thuis.